Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal. Ik ga vandaag voor jullie boodschappen uit het universum doen. In ieder geval welkom op mijn kanaal. Bedankt voor de nieuwe leden. Bedankt voor degene die mij persoonlijke readingen bij me aanvragen. En die al jaren lid zijn, voor de trouwe abonnees natuurlijk. Word abonnee. We gaan nu boodschappen van het universum doen. En de eerste groep. Dat is, dat lijkt wel Maya erbij, hè? Dus met boeken, een slak zie ik, een herenbeestje. Ze heeft een boek in de hand. Dat is de eerste groep. De tweede groep is de leeuw. En de derde groep is het schaapje. Goed, in ieder geval tot zometeen. Doeg! Hallo lieve groep van Maya erbij. De eerste kaart die ik trok voor jullie was Raise Your Vibration. Dus verhoog je trillingsniveau, verhoog je vibratie. Hier staat ook, heb je lichamelijke klachten, hoofdpijn, buikpijn of andere klachten? Heb je moeite om gezond en je sterk te voelen? Raak je paniek? Beschouw ze niet als tekenen van zwakte. De klachten van je lichaam zijn gewoon de manier om je op te wijzen dat je oude patronen en onuitgesproken gevoelens moet loslaten, zodat je duidelijk een actievere fysieke vibratie krijgt. Kies er bewust voor de gevoelens van depressie, verdriet of ellende van je af te werpen, om je gezondheid te herstellen. Laat oude patronen los. Verhoog je vibratie en verbeter je fysieke, psychische vitaliteit in een positieve en hogere vibratie. Ja, waarschijnlijk zit je in een wat lagere vibratie. Heb je misschien wel allerlei klachten. Maar werp al die gevoelens van depressie en verdriet en ellende van je af. Probeer positief te blijven. Zodat je in die hogere trillingsgraad kan komen. En zodat die klachten ook een beetje overgaan. Ja, dat is Bordeaux rood. Dit is een fles Bordeaux, hè. Maar het is niet zo dat je aan de drank moet gaan. Maar de kleur Bordeaux helpt je bij bepaalde dingen. Dit is van dit deck. The Secret Language of the Color Cards. Ja, de kleur Bordeaux, dus dat schijnt goed te helpen bij je passie wakker te maken voor alles in je leven. Het leidt je naar je levensdoel en maakt dat je dromen uit gaan komen. Misschien voel je down en neerslachtig. Laat de passie in je hart en ziel wakker worden. Ja, je krijgt duidelijkheid in je leven over het doel in je leven. Verbind je met de passie in je leven. Schrijf alles op wat je wilt doen in je leven en wat je allemaal wilt ervaren. Het is ook handig om een bordeaux rode kleding te dragen of een bordeaux rode steen bij je te dragen. Dat helpt je allemaal om die passie weer wakker te maken voor het leven. Zodat je de vibratie in je leven weer omhoog kan gooien. Geloof, belief. De magie is om je heen. Open je voor de wonderen van het universum. Zie de synchroniteiten en de wonderen op je pad. Volg je gevoel en geloof met alles, verdiep vanuit je hart. Ja, ze gaan dus dingen manifesteren. Deze heilige union staat de nieuwe ideeën komen. De goede relaties gaan opbloeien. Dingen gaan op zijn plaats vallen. Alles is mogelijk. En ze gaan dit voor je manifesteren, het universum. Jouw dromen. Als jouw gevoelens in overeenkomst zijn met hun plannen. Dus op één lijn liggen.
Dus je moet eigenlijk een beetje de vibratie gaan verhogen. En je passie weer vinden in het leven. Kijk ook naar de wonderen en tekenen van het universum, want de magie is allemaal om je heen. Open dus voor die wonderen van het universum. Je kan misschien wel teksten krijgen. Ik heb het ook wel eens met kringloopwinkels, dan krijg je opeens teksten. En dat je denkt, oké, dat is voor mij bedoeld. Of je komt een boek tegen met een bepaalde naam en die springt echt tussen al die boeken uit. Dan denk je, die tekst van dat boek, dat is ook voor mij bestemd. En zo komen er allemaal allerlei wonderen en dingen op je pad. En blijf ook zien dat er genoeg mogelijkheden zijn voor jou. En dat de beste relaties ook in jouw leven gaan opbloeien. Keelchakra, misschien heb je problemen met de keelchakra. De engelen zijn vol liefde behulpzaam met uitspreken van je eigen waarheid. Dus ja, misschien moet je je eigen waarheid gaan vertellen. Godin, laat je goddelijke vrouwelijke energie tot uitdrukking komen en koester haar magische intuïtie en haar voedende kwaliteiten. Ja, misschien ben je meer in de mannelijke energie, maar probeer dat een beetje in balans te brengen voor jezelf. Dat je wat meer naar de vrouwelijke kant gaat, dus vrouwelijke dingen doen, vrouwelijke kleden, dat soort dingen. Wees weer jezelf. Situatie vraagt dat je eigen authentieke zelf bent. Dat is de basis voor je persoonlijke macht en power. Ja, misschien kun je zelf niet zijn, maar het is toch de bedoeling dat je zelf weer wordt. Dan geef je weer kracht en macht. Dus wees weer jezelf. Hier staat ook, jezelf en je dierbaren worden beschermd. Lieve God en aartsengel Michael, dank je wel dat je mij helpt. En mijn dierbare, of hun te waken eigenlijk. Hè. Help me alsjeblieft mezelf veilig en vol vrede te voelen. En vervuld van vertrouwen. Zodat ik op mijn prioriteiten kan richten. En van een gezond en gelukkig leven kan genieten. Ja, je moet iets loslaten staat. Hier laat los. Als je de behoefte hebt om alles onder controle te houden. Zal je energie zeer ontspannen en onmiddellijk datgene aantrekken wat je wilt. Ja, ze zit hier ook in een nestje en ze luistert eigenlijk een beetje naar het vogeltje en ze kijkt ook naar het vogeltje. En dat is communicatie. Dus misschien moet je gaan communiceren. Misschien kijk je naar, maar durf je misschien niet je waarheid te vertellen. Misschien moet je met iemand communiceren, iemand dichtbij je. In ieder geval jezelf en je dierbaren worden beschermd. Lieve God en aartsengel Michael, dank je wel dat jullie over mij en mijn dierbaren, ik heb wat namen noemen, waken. Help me alsjeblieft mezelf veilig en vol vrede te voelen en vervul me met vertrouwen. Ja, zodat ik me kan richten op een gezond en gelukkig leven. Ik weet niet of die al gelezen had trouwens. Maar goed, maakt niet uit. Met frisse mond opnieuw beginnen. Dankjewel dat je mij nieuwe mogelijkheden geeft, je hulp aanbiedt en mij helpt mijn verleden los te laten en te helen. Vervul me met vertrouwen terwijl ik deze verandering in mijn leven ervaar. Ja, waarschijnlijk moet je dingen loslaten en met frisse mond opnieuw beginnen. Dus aartsengel Michael wil je helpen het verleden los te laten en te helen. En vervul mij met vertrouwen. Heb vertrouwen in het proces. Hier staat ook 7 van zomer. 7 van bekers. Ja, je kan misschien geen keuze maken. Geen getreuzel meer. Je kracht ligt in het nemen van de beslissing. Verwarring die voortkomt uit het blijven analyseren van je keuzemogelijkheden. Dus je blijft maar hangen in die te denken. Als ik dit doe, als ik dat doe. Als ik die keuze maak, wat dan? En neem gewoon een beslissing. Geen getreuzel meer. Ja, vraag krachten aan zijn Michael. Je dierbaren worden beschermd. Jij wordt beschermd.
Dus je kan straks met frisse moed opnieuw beginnen als jij niet uit dat getreuzel komt. En dat je de kracht hebt om die beslissingen te nemen, dingen los laten gaan. En dan ga je onmiddellijk aantrekken wat je wilt. Hier, acht van herfst, doe wat meer onderzoek voordat je verder gaat. Educatie is de vorm van seminars, teruggaan naar school of stages. Uitstekend vakmanschap en lange termijn projecten. Ja, misschien ga je weer naar school. Ja, misschien stages volgen. Dat kan ook voor sommigen zijn. Dat ze weer naar school gaan of meer informatie moeten inwinnen. Aas van zomer. Open je hart voor liefde. Het beginnen met een nieuwe intieme relatie. Het beginnen van een intieme relatie. Of wedergeboorte van een bestaande relatie. Het ontwaken van paranormale gaven. Of spirituele openbaringen. Dat is echt een nieuw begin. De aas van cups, hè, is het eigenlijk een bekers, aas van bekers. Ja, dan zie je ook duiven vliegen van vrede, rust. Ja, lelies, dus dat is ook een heel mooi zuivere bloem. En dit gaat allemaal ontwaken. Als jij je hart opent voor de liefde. Voor deze nieuwe intieme relatie. Of een wedergeboorte van een bestaande relatie. Er komt heel veel liefde op je pad. En vrede, misschien snak je naar vrede. Nou, even een soulmate-kaartje. Er vindt een diepe verandering plaats in je leven. Wees jezelf. Je hebt veel te bieden door gewoon jezelf te zijn. Jouw liefde heeft de kracht om alle dingen te veranderen, inclusief je relatie en je liefdesleven. Liefde verandert voortdurend, maar in de kern blijft ze dezelfde. Liefde verandert niet, ze wordt alleen maar sterker. Verandering is gewoon liefde die haar oneindige verhaal ontplooit. Sluit je ogen en voel je spiritueel band met alles op deze planeet. Ieder mens, ieder dier, ieder boom en bloem. Voel de zee, de wind, de lucht. Alles is in perfecte harmonie, in beweging door de oneindige stroom van liefde. Goed, dat was de reading voor de eerste groep. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo, tweede groep. Ik ga deze kaart gebruiken. Dit is de Secret Language of the Color Cards. En zijn is deze. Dus, oké, deze groep, hè, die moeten meer vertrouwen hebben in dit goddelijke plan. Trust the Divine Plan. Vertrouw het goddelijk plan. Laat het verleden je te veel pijn doen. Neem je mislukkingen te veel mentale en emotionele ruimte in? Zijn je afweermechanismen overontwikkeld? Vertrouw je niet op het goddelijk pad, op Gods plan voor jou? Wat ben je tot nu toe in je leven tegengekomen? Heeft het je geholpen de geweldige ziel te worden die je nu bent? Erken hoe je bent gegroeid. Je bent je uitgegroeid tot een liefdevol en bijdragend en creatief mens. Herzie uw leven met waardering en respect. Hoe moeilijk het ook is om elke episode en uitdaging die je tegenkomt te vertrouwen, het zijn belangrijke onderdelen van je reis geweest. Geen enkele was een vergissing. Dus alles wat je meegemaakt was een vergissing. Geen enkele. Het zijn allemaal leerprocessen. Hou van je van wie je vandaag bent en alles wat het hebt bijgedragen hebt tot aan je evolutie, ja, je ontwikkeling, hè? Je zit precies op schema zoals het zou moeten lopen. Ja, wees je natuurlijke beauty. Hier staat ook, je hele lichaam is mooi. Kies ook persoonlijke gezondheids of ja, gezondheidsproducten en ja, misschien make-up wat bij je past, zonder veel giftige stoffen.
Dus met de gezondste ingrediënten als mogelijk is. Je verdient het om je goed te voelen. Je bent de toewijding, ben je waardig. Je bent een natuurlijke schoonheid. Bescherm jezelf. Aartsengel Michael, ik vraag je om mij, de mensen om me heen, mijn auto en mijn huis, te beschermen met je krachtige schild. Omring ons met je violette licht, dat alleen maar pure liefde door laat dringen. Blijf alsjeblieft dag en nacht bij mij en zorg dat de lieve mensen om me heen veilig zijn. En dan kan je namen noemen of situaties. Dus bescherm jezelf, zegt aartsengel Michael. Gebeden zul je helpen in deze situatie, zegt aartsengel Michael. Lieve God en aartsengel Michael en ieder ander tot wie ik mijn gebed richt, bijvoorbeeld Jezus. Ik vraag je om een goddelijk ingrijpen. Beschrijf de situatie. Ik verwelkom jullie hulp en vertrouwen en volg jullie advies in dankbaarheid en genade. Ik heb een wonder nodig en ik vraag of jullie me eentje op mijn pad willen sturen om deze situatie op te helderen. Dank je wel. Amen. Dus als je wat nodig hebt, aartsengel Michael, zeg ga bidden tot het universum. Dat helpt je. Zeg dat je een wonder nodig hebt. Hier staat zing en dans, breng jezelf tot uitdrukking en schud je spirituele zintuigen wakker door magische kracht van muziek en dans. Ja, misschien moet je meer muziekje opzetten, meer dansen erop. Dat is heel goed voor je ouders. De goddelijke waarheid is dat je ouders altijd eeuwig naar hun beste vermogen van je blijven houden. De engelen helpen je te genezen van alle pijn die je verband houdt met je vader en met je moeder. Ja, er kunnen nogal pijnstukken zitten met je vader en moeder. Ze hebben geprobeerd ja, op hun beste manier misschien jou op te voeden. Maar ze gaan blijven van je houden. En de engelen helpen je te genezen van alle pijn die verband houdt met je vader en met je moeder. Ja, de kleur paars. Ja, de kleur paars is misschien heel belangrijk voor je. Dus misschien meer paars bij je dragen of aan te doen. Paars ontwikkelt mentale helderheid. Gebruik de kleur paars om je hoofd leeg te maken en negativiteit los te laten. Je kan ook een paarse kaars aansteken. Ik heb ook kaars, ik geef ook allerlei lucht, verschillende kleurtjes. Steek een paarse kaars aan en richt je bewust erop en word je bewust van eventueel negatieve gedachten of gevoelens die je ervaart. En zeg hardop terwijl de kaars brandt. Stel je voor dat de negativiteit wordt verteerd door de vlam van de kaars. En zeg de volgende uitspraak. Goddelijke intelligentie, verwijder alsjeblieft al mijn negatieve gedachten uit mijn geest en lichaam en energieveld. Richt u nu op het creëren van een positieve gemoedstoestand. Zeg positieve affirmaties, die helpen je meer te inspireren en je vredig te voelen. Dus je kan een paarse kaars aanschaffen. En dan in het lichtje kijken. En dan wat ik net zei, dus zeggen tegen de kaars dat alle negativiteit door de kaarsvlam wordt opgenomen. Evenwicht. Neem ieders bijdrage mee in de beslissing. Combineer verschillende gezichtspunten en creëer zo een betere oplossing. Neem de tijd, er is geen reden om te haasten. Ja, misschien moet er nog ergens evenwicht in komen. Hoeft niet te haasten. Je hebt misschien even tijd nodig. Je zegt ook, doe iets aan lichaamsbeweging. Als je lichaam sterker wordt, ga je op alle terreinen je sterker voelen. Ja, dansen bijvoorbeeld, hè. Dansen, lopen, fietsen, dat soort dingen. Huwelijk. Ja, misschien komt er een huwelijk. Want hier staat de elfen vieren met jou de vreugde van een huwelijk. Of je zit in een gelukkig huwelijk, kan ook natuurlijk. De prinses van lente. Hier staat, het is tijd om je dromen na te jagen. Doe iets met wat je horizon verbreedt. Geef je creativiteit vleugels. Ja,
Dus misschien nog iets meer creatief worden. Prinses van zomer, zacht aardig. Oh, hier staat ook optimistisch, enthousiast, creatief en levenslustig. Ja, deze zit echt wel lekker te genieten op het schommeltje. Ja, die hebben meer beweging. Prinses van zomer, zacht aardig, gevoelig, vriendelijk, onervaren. Hier staat een nieuwe relatie of een emotionele ervaring, uitnodiging voor een sociale gebeurtenis. Een meelevende vriend waar je zorgen mee kunt delen. Ja, misschien is dat degene waar je mee gaat trouwen. Nou, hier nog even soulmate-kaartjes. Je staat voor een periode van positieve veranderingen. Ingrijpende veranderingen die plaatsvinden op het diepste niveau van je wezen. Je zult hieruit komen met een hernieuwde passie voor het leven, romantiek en creativiteit. Ja, creativiteit wordt wel erg veel benoemd hier. Ja, jouw glimlach, dat zeg je soulmate waarschijnlijk, degene misschien waar je mee gaat houden, verlicht mijn ziel en zorgt dat ik me compleet voel. Er is geen deel van mij dat jouw liefde niet kan vullen. Vanaf het eerste moment dat we elkaar ontmoeten, ben ik eeuwig dankbaar. Hier staat, twee harten versmelten tot de explosie van liefde. Verenigd creëren ze onbeperkte rijkdom. Samen vervullen zij hun dromen. Ja, dat kan dus eengene zijn, hè? Een nieuwe relatie. Goed, dat was het voor deze groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Hallo groep 3 van het schaapje, welkom. Ja, de eerste kaart die eruit kwam was speak up. Spreek je waarheid. Je spreekt je niet uit. Is er een kloof tussen hoe je jezelf laat zien aan de wereld en wie je werkelijk bent? Op welke gebieden verberg jij je ware zelf? Ja, je ziel die zet dus innerlijke druk, zodat je niet meer kan verstoppen. Het is de bedoeling dat je eerlijk laat zien wie je werkelijk bent. Op welke gebieden verberg jij je ware zelf? Je ziel voert de innerlijke druk op en laat zich niet langer verstoppen. En om eerlijk je te laten zien hoe je eigenlijk werkelijk voelt. Je goddelijke energie roep je om authentiek te zijn in je communicatie, omdat je openstelt voor echte intimiteit. Je kunt iemand die niet met valse schijnen kun je niet overtuigen. Vertrouw ook niet op mensen die ook de valse schijn dus ophouden in je omgeving. Stop de strijd van je hoofd en je hart. Laat je ego opzij stappen. Laat je hart spreken. Deel je gevoelens. Open en vriendelijk. Verstop niet de waarheid. Dus ja, je moet iets uitspreken. De waarheid gaan zeggen. Ja, hier staat turquoise. Dit kan je bijdragen, de steenturquoise. Of deze kleur. Kleding ervan of zo. En dat is voor je inlevensgevoelens, de empathie. Ontwaak je empathie. Deze steen helpt je tot het gebruik van communicatie. Met meer gevoelens verbind je met intuïtie. Turquoise maakt oude wijsheid beschikbaar. Door deze steen bij je te dragen, kan je meer inleven in mensen. Dat kan je gewoon in je broekzak doen of om je nek, hè. Laat je oordelen los en plaats jezelf in hun schoenen. Laat uw geest zachter worden en krijg de gelegenheid om anderen te steunen en aan te moedigen en te inspireren. U kunt anderen helpen. Vertel dan iemand die het horen moet dat je om of hem of haar geeft. Laat anderen zien dat ze ertoe doen. Dus meer inlevingsgevoel, meer je uitspreken.
Meer je ware zelf laten zien, meer inleven met andere personen. Als je even tijd, kom op voor waarin je gelooft. Zeg alleen ja als je dat echt wilt. Wat wil je echt? Dat is de vraag. Kom op waarin je gelooft. Ja, je emoties helen. Als je hart geneest van oude emotionele pijn, zal je zegeningen en liefde ontvangen. Dat komt als beloning, hè? Als jij je hart geneest van oude emotionele pijn. Het kan ook pijn uit je jeugd zijn. Of al die mensen die in het huidige leven jou pijn hebben gedaan. Ja, die komen allemaal niet meer, niet voor niks op je leven. Het zijn allemaal leermeesters, leraressen. Ja, die leren jou ook dingen, hè? Elfen. Je hebt een sterke binding met de elfen en je levensopdracht houdt in dat je de moeder natuur behulpzaam bent. Ja, loslaten. Werk samen met aartsengel Michael om datgene los te laten wat niet langer aan je doeleinde voldoet. Dus er is iets wat je los mag laten. Luister ook naar je lichaam. Ook al voel je eigen broert, maar het lichaam wil altijd gezond en vitaal zijn. Ja, je lichaam geeft waarschijnlijk heel veel signalen af. Het kan zacht fluisteren, maar ook gaan schreeuwen. En doe niet dat negeren. Luister naar je lichaam. Het wil het beste voor je. Ja, waarschijnlijk heb jij misschien heel veel klachten. En een keer misschien meer als ander, maar dat is misschien omdat je dingen moet loslaten. Die staat ook, het is tijd om uit een ongezonde situatie te stappen. En dat is aartsengel Michael. En die zegt, ja, aartsengel Michael, op welke aspecten van mijn leven moet ik mezelf op dit moment focussen? Dank je wel dat je me helpt om je antwoorden te kunnen horen. Dat je mij de moed verschaft om gezondere veranderingen in mijn leven door te voeren. Ja, dat gaat met emoties gepaard waarschijnlijk. Dus dat moet geheeld worden. Wees ook assertief, hè. Kom voor jezelf op. Waar jij in gelooft. Luister naar je lichaam. Je krijgt misschien heel veel klachten. Ja, en onschuld. Lieve God en engelen, dank je wel dat je mij laat zien dat al jullie eigenschappen van zuivere liefde en licht in mezelf en andere wezens weerspiegeld worden. Help mij mijn onschuld die God mij heeft gegeven te omhelzen, zodat ik in vrede kan leven. Ja, je mag je inleven, maar je hoeft niet overal schuldig om te voelen. Hè? Dus, maar wees wel empathisch en spreek je waarheid. Dus als mensen die iets moeten horen van jou, spreek het dan uit. Hè? Je gevoelens van liefde bijvoorbeeld. Spreek het uit naar degene. Hier staat ook het wiel. Er komen geen vertragingen meer. Het wiel is ook gaat plotseling draaien. Alle karmische dingen gaan eraf draaien. Plotseling en onverwachte meevallers. Kan ook een nieuwe auto van reis zijn. Dus positief kunnen je leven binnenkomen als jij maar loslaat. De maan, krachtige, intuïtieve openbaringen, zorg en angst loslaten. De waarheid van de situatie inzien en ook uitspreken natuurlijk. Hè? Dat is een kaart van geheimen. De maan verstopt ook de geheimen. Die komen dan boven water. Dus laat je zorg en angst los. Je gaat waarschijnlijk de waarheid meer eens inzien. Dingen worden geopenbaard aan je. De ster. Kijk vol hoop en optimisme uit naar de toekomst. De kracht van je geloof kan bergen verzetten. Prettige verandering die verlichting brengen naar moeilijke tijden. Dit wacht op je. Als jij me loslaat. Een ster is natuurlijk dat de wens uit kan komen. En waarschijnlijk bereik je de punt van verlichting.
Hier staat, je spiritueel bewustzijn groeit, evenals je seksualiteit. De sensualiteit neemt toe en dit heeft een magisch effect op je geliefde. Een heilig verbond wordt opnieuw geboren. Liefde is dit moment. Dit zijn de soulmate kaartjes. Welke veranderingen het leven ook brengt, niets zal mijn liefde voor jou veranderen, zeg je soulmate. Jij geeft mijn leven zin, door jou voel ik me veilig, ik ben eeuwig dankbaar, dankjewel. Hier staat ook, een heerlijk liefdesleven vereist intimiteit, vertrouwen en vermogen om gevoelens te delen. Spreek je twijfels en angsten, je voorkeur en afkeer uit. Sta open, luister, wees aanwezig, altijd met een open hart en geest. Ja, speak up, hè. Spreek je twijfels, angsten en voorkeur en afkeer uit. Ja, je kan overal over praten. Misschien met iemand die je heel dierbaar is. Zo, dit was mijn reading. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval, fijne zondag. De klokken beginnen te luiden hier. Tot de volgende keer. Doeg!